tot corona. Ik wil graag meneer Snijder naar voren roepen om achter de katheder te staan. U heeft 3 minuten spreektijd. Na 2,5 minuut krijgt u van mij een waarschuwing dat u nog een halve minuut heeft. U kunt denk ik 2 keer op het knopje drukken voordat de microfoon aangaat. Ja, gaat uw gang. Ik kom hier omdat aangaande corona, ja, er komt nu steeds meer openbaar. Ja. Ik heb hier ook datums van Alkmaar zelf. Ja. In 5 jaar, er zijn 2% meer inwoners en een oversterfte van 25%. Aangaande daarop heb ik stukken van Wales en Engeland, ook 25%. De stukken van uit Pfizer zelf, ja, 24%. Ja, dat is gewoon, staat hier gewoon allemaal. Ja. Het staat nu allemaal openbaar. Het komt nu naar buiten. Ja. Het gaat ook over met die 13 keer meer van wat Van Houwelingen nu openbaar maakt. Ja, dat 13 keer heb je meer risico, hè, op ellende. Laat ik hem maar daarop houden. Daarom wil ik jullie hierop aanspreken. Aanstaande komen ze weer terug met alle bullshit. Ja. Als jullie weer deze stad dichtgooien, ja, ga ik jullie allemaal persoonlijke titel, persoonlijke naam, gooien in de rechtbank. En dan heb ik over een feit, artikel 97a. Ja, ik weet niet of u nog wel een beetje hersenen hebben, maar dat is mijn mening. Dat is een gevangenisstraf ten hoogte van levenslang of 30 jaren, ja, met de hoogste boete. En daarbij, ja, u bent ook hoofdaansprakelijk, hè? Hey, gaat u Alkmaar weer opsluiten, dan bent u hoofdverantwoordelijk voor de schade van ondernemers. Op persoonlijke titel ga ik u uitdagen in de rechtbank. En dit is mijn mening. U heeft nog 30 seconden. Wou ik heel even voorlichten. Want ik heb voor iedereen de voorlichtingen, ja, aangaande dit beleid. En deze ga ik zo overhandigen aan iedereen. En u kunt dat overhandigen aan mij zometeen. Oké, hartelijk dank. Dan zal ik dat even doen. Nou, u bent door uw tijd heen. Ik denk dat het duidelijk is geweest. Dus als u, zeg maar, uw stukken aan mij wilt geven, dan zorg ik ervoor dat het in ieder geval rondgemaild wordt. Ik zal dan ook nog eventjes vragen of er mensen nog vragen hebben aan de heer. Dank u wel. Of mensen nog vragen hebben, heer, aan de heer Snijders. Ja, u heeft 1 vraag van Partij voor de Dieren, de heer Boots. Ja, dank u wel voor uw bijdrage, meneer Snijders. Is het u bekend dat het landelijk beleid was waarop de maatregelen zijn getroffen in de gemeente Alkmaar? Ja, klopt, maar niemand neemt de aansprakelijkheid. Ja. De heer Kuipers heeft dat zelf gezegd. Eigenlijk, want daar had ik meteen al voor gewaarschuwd. Als je heen gaat naar zo'n locatie, ja, ik noem het iets anders, maar dat is mijn mening. Had die mensen, die hadden de namen moeten vragen van de mensen die daar werkten en die bij jou dat heb gedaan. Ja, want dan heb je wel iemand die aansprakelijk is. Maar jullie hebben nu zelf ook informatie, dat is dat allemaal openbaar.
Er komt steeds meer en meer naar buiten. Dus als jullie nu weer meegaan in deze ellende en bullshit. Hey, ik daag jullie allemaal uit om te komen naar de rechtbank. Ik ga jullie echt aanklagen op persoonlijke naam en persoonlijk aansprakelijk stellen. Ik denk dat uw antwoord helder is. Verder nog vragen aan de heer Snijders? Nee. Dan wil ik u danken voor uw betoog. Blijft u de vergadering bijwonen of moet ik heel eventjes schorsen zodat u naar huis gaat? Wat u wilt. Ik zal een minuut eventjes schorsen zodat... wilt u niet klappen? Dank u wel. Wij wensen u ook een hele fijne avond. Gaan we naar agenda punt 9. De rondvraag. Er is een rondvraag.